We zijn vandaag begonnen met fietsen van het Franse pad. En we fietsen de eerste etappe. En dat is van La Cour de Engère naar Domein Dom Blond. Een mooie rit. We zijn heel gezellig gisteren ontvangen door Ron en Ellen. Afkomstig uit, natuurlijk uit West-Friesland. Onderweg was een prachtig uitzicht op coulissenlandschappen. Dat zie je hier nog veel. En heel veel kruiden langs de berm. Allerlei soorten Sint-Jan, moeraspirea, toorts, kaasjeskruid en nog veel meer. Rode klaver vooral ook. Ja, en dan ben je met het Franse pad bezig en wat neem je dan mee? En zoals je ziet, geen fietstassen achterop de fiets. Alleen een klein tasje voor de persoonlijke kleine dingetjes. En Joke, ja, die rijdt tenminste met accu's, die heeft wel twee dagtassen mee voor jasjes en een lunch. We hebben echt een geweldige lunch meegekregen, koffie en heerlijke broodjes van onze eerste adres. Een apenboom die in bloei staat, dat zie je niet vaak. Net een onwijs heftig klimmetje gehad. 10, 12, 13, 14, 15% en nu weer genieten van het mooie Franse coulissen landschap. Ja, hier dan even minder. Straks vast nog wel even een paar leuke plaatjes. Op naar Bon Blond, mooie blonde. On your journey. Cross the wilderness. Vandaag dag 2 van het Franse pad en dat is een rondje rond Dom Bon Blond. We zijn neergestreken in een typisch Frans dorpje met een cafeetje en pressen, dus kranten kan je hier ook krijgen. Helemaal uitgestorven verder, maar wel een lekker bakje koffie. Hey Bles! Hey! Oh, een extra hunk. Nou, ik heb het hier opgegeven. Het was onuit hunk. Het was meer. Ja,
van pure berry naar Le Chaud Hibou of zoiets. In ieder geval, het is hartstikke leuk. De vierde verplaatsing in het Franse pad. En achter mijn fietsje ook. Ik kom er alweer aan. In de afdaling ben ik iets harder en in de stijger moet ik het weer afleggen. Vandaag zijn we aangekomen hier in Auder, Le Chant Hibou. Dat is het onderkomen achter ons, het torentje, het hele gebouwtje. Daar mogen wij in vertoeven de komende twee dagen, de komende twee nachten. Het vierde adres waar we nu verblijven op het Franse pad. Achter mij zie je op het Franse pad hier zo een origineel spoorhuisje. Er zijn er heel veel van geplaatst in Frankrijk. En als je goed kan zien, dan zie je dat het huisje 229 is. Huisjes zijn allemaal identiek en zijn vaak ook worden deze verhuurd als gîte. Prachtige omgeving hier. Vandaag onze laatste verplaatsing. We gaan weer terug naar waar de auto staat bij Ron en Ellen. Het is weer een zonovergoten dag in een prachtige omgeving. We rijden voornamelijk op dit soort kleine weggetjes. Werkelijk schitterend. Jook is al een stukje vooruit, want dit was voornamelijk klimmen. Maar die haal ik straks wel weer in. Briljant uitstapje verzonnen naar het meer van Treinat. Leuk weggetje er naartoe en dan kom je aan en dan is er dit. Een leeg meer. Wel een zwembad in aanbouw voor de naastgelegen camping vermoedelijk. Maar het meer legt geen spat water in. Hallo! Dat is toch niet te geloven? Niet echt. Hier zit een. Ja.